Deze nieuwsuitzending die gaat over feminisme. En het is de tweede, want ik was vandaag aan het kijken op mijn YouTube-kanaal van waar kijken mensen nu naar. En toen zag ik dat die eerdere uitzending die ik gedaan heb over feminisme, die had 87 views. Ik denk, nou, voor iemand zoals ik is dat heel wat hoor. Dat viel me mee. Ik denk, nou weet je wat, dan doe ik er nog een. Dus dit was feminisme nummer 2. Als je die andere wil vinden, dan moet je op mijn kanaal gaan. Dus daar kan je zo naartoe komen. Hè. Dus onder deze uitzending staat mijn naam, Perry Winkel. Niet bij die linkjes, hè, maar gewoon bij mijn icoontje. Dan zie je mij staan met een gitaar volgens mij. Ik kan het nu even niet controleren, want ik ben aan het uploaden. Dus het duurt allemaal zo lang. Als ik nu ga kijken op internet. En dat duurt nog 37 minuten. Dus. Anyway. Perry Winkel staat daarnaast het icoontje. Er staat ook het aantal views of zo. En wanneer het gepubliceerd is. Nou, dan klik je op die Perry Winkel. Dan kom je op mijn kanaal. En dan moet je niet op de algemene YouTube search klikken. Maar er zit er ergens rechts een vergrootglas buttentje. En daar moet je op klikken. En dan kan je binnen het kanaal zoeken. En dan zoek je op feminisme en dan vind je die oude op. Ze is wel heel schattig, die van een hele tijd geleden. En dan zit ik te hannesen, man, aan het begin. En ik knip niet, hè. Dat doe ik nog steeds niet. Ik begin en... Ja, soms word ik gebeld. Dan gaat de deurbel, dat kan ook. Ja, en dan breek ik hem af. Maar als er wat misgaat in het begin, ja, laat me zitten hoor. Dus of ik breek hem. Als het te erg misgaat, dan breek ik hem helemaal af. Dan denk ik van, wat kan dan? Ja, dit is er dan toevallig zo heen dat ik denk, dat ik toen dacht van, ja, laat me zitten. Is er een hoop gehaspel. Ja, terug naar het onderwerp, feminisme. Het is killing. Het is walgelijk. Het stuit me tegen de borst. En woorden schieten tekort. Om de kwalijke gevolgen te bespreken. Kijk, het dogma van het feminisme is dat de vrouw gelijk is aan de man. En dan gaan we gelijk al de biologische fout in. Want ze zijn biologisch gesproken niet gelijk. Vrouwen hebben, hè, niet alle, hè, maar in de regel, kortere benen, bredere heupen, de taille ligt boven de navel, smallere schouders, meer huidvet. Ze hebben andere hersenstructuren. Dus je kan aan de hersenen van een persoon zien of het een vrouw of een man is. En ze gebruiken die hersenen ook op een andere manier. Dit is allemaal biologie. Maar ze zijn niet gelijk. Oh ja, en om het vooral niet te vergeten, eens in de 4 weken, dan hebben ze opoe. Dan zijn ze ongesteld. Kunnen ze nog stikzaggerijnig worden? En dat mag dan, want het is een vrouw. Ja, als het dan een vrouw gelijk staat aan de man, dan mag dat dus niet. Want als je gelijk staat aan de man, ja, een man mag ook niet zeiken. Een man kan niet op het werk zeggen, ja, ik heb kiespijn, dus vandaag ben ik echt een etterbak van een collega, want ik heb kiespijn. Nee, dat doe ik niet. Of je blijft thuis en dan ben je zo snel mogelijk de tand uit. En dan kom je maar weer naar je werk als je je kiespijn voorbij hebt laten helpen. Of je houdt je bek. Kijk, dat is een man. Dat is de mentaliteit van mannen. Onderling. Tenzij die mannen dus mietjes zijn. Wat je tegenwoordig ook hebt. Al die mannen denken, nou, ik ben gelijk een vrouw. Oh, man, ik ben ook een beetje vrouw, hoor. Ik, ja, ik,
Nou, ik ben allemaal niet ongesteldertjes, maar nou, af en toe, ja, in de 4 weken, eigenlijk voel ik het wel een klein beetje. Ja, die moet je ook niet op de werkvloer. Hé? Nee, is niet leuk. Feminisme is een ramp. Slecht voor de samenleving. En slecht voor de individuen. En omdat het slecht is voor de individuen, is het slecht voor de samenleving. Dus ik zeg de volgorde fout. Feminisme is een ramp. Ik heb er nog nooit iets positiefs aan gezien. En met feminisme, dat was dan in de jaren 70. Toen gingen vrouwen, gingen BH's verbranden. Ik denk, wat nou weer? Hij is nou serieus. Kijk, dat vrouwen dan van die push-up bras, die kopen ze zelf. Laten we eerlijk zijn. En vroeger had je cross your heart BH's. Het is allemaal om die borstpartij een beetje fatsoenlijk eruit te laten zien. Dat is allemaal wel geinig. Maar dat is een eigen keus geweest. Je gaat niet zeggen dat het een kwestie van onderdrukking was. Ga er weg. En dan gaan ze die dingen verbranden. Dat was doodzonde van het textiel. En dat geeft al een hoop CO2. Dat was in de jaren 70 nog geen probleem. Want toen was iedereen druk met het gat in de ozonlaag. Nee, de zure regen. Maar BH-verbranding heeft natuurlijk ook een beetje zuur en regen opgeleverd, hè? Maar in elk geval CO2. Kom je gelijk aan het volgende punt van vrouwen. Ze kunnen niet echt goed nadenken. Kijk, dat je als vrouwengroep ga je BH's verbranden. Dat maakt je toch echt niet gelijk aan de mannen. Wat moeten wij dan gaan doen? Wat moeten wij dan gaan verbranden? Onze spijkerbroeken? Dat we voortaan in minirokjes gaan lopen? Gaat over weer. Als het feminisme zo succesvol is, waarom is dan, zeg maar, alle reclame gericht op vrouwen? Kijk maar naar de tv. Door mannen worden niet of nauwelijks beïnvloed door reclame. Dus als een man wat nodig heeft. Nieuwe boormachine of zo, hè? Denk je dat die een boormachine koopt omdat hij op het 8 uur journaal zag dat Bosch heeft een aanbieding voor de S136? Nee, natuurlijk niet. Die gaat even naar de Hubo en die zegt, Karel, mijn oude Bosch is kapot. Wat vind je dat ik moet hebben? En dan zegt die ene man tegen die andere man van, die S306 die je had. Ja, die wordt niet meer gemaakt. Er is een vervanger van, maar die zou ik niet doen. Ik ga iets meer uitgeven en dan heb je ook een hamerslag erbij. Dan zit je gelijk helemaal geramd, man. Gewoon SDS, boordjes erin, klikklak. Ja, maar ik heb nog heel veel van die ouderwetse boordjes. Ja, zit hij, maar dan heb je gewoon zo'n kopje erbij. Kost je 10, 15 euro. Kan je alles. Mannen kopen gewoon. Dan heb je helemaal die autoreclames dan. Nou, de vraag is in hoeverre het niet de vrouw is die zo'n autoreclame ziet en die tegen de man zegt van, nou, die Audi A6 die ziet er wel leuk uit, moet ik zeggen. Dus het lijkt me wel een lekkere ruime auto. Mannen zijn niet gevoelig voor. Ja, dan heb je nog van die deodorantreclames voor mannen. Maar ja, dat zijn pussies. Een echte man die doet er geen deodorant op, gaat er weer. Het akse-effect. Zo'n man die spuit onder zijn oksels. Allemaal vrouwen. Oh, het ruikt je lekker. Ja, een beetje man doet dat niet. Ik gebruik geen deodorant.
En in de regel stink ik niet. Dus ik wil nooit iemand klagen. Het laatste was ik een tijdje, had ik echt hele vieze kleren. En toen zei Wim Kruidentuin tegen mij van... Nou, jij mag wel een keer schone kleren aan. Ja, had hij gelijk. Maar deodorant? Nee, natuurlijk niet. Waarom? Ik ben de belazerd. Ik doe schone kleren aan en dat is het. Zo denkt een man. Mannen denken anders. Mannen zijn rationeel. En vrouwen zijn emotioneel. Als het... Ja, vrouwen worden niet rationeel. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Maar ik heb wel mannen die emotioneel zijn. Dat zijn in feite... vrouwtjes met een penis. Die schieten ook zo in paniek bij van alles en nog wat. Die man hou je het pik. Werk een beetje mee. Mijn vriend Wouter, die werkt in de bouw. Een of andere collega van hem, die had voorbereidend werk gedaan. En Wout zou dat af moeten maken. Het werk, dat stoer helemaal nergens op. Dus hij haalt die collega erbij en hij zegt, noem je dit af? En Wout was pist. En die man zo, nou, ik vind wel dat als je zo'n kritiek hebt. Dan zei die collega, hè, dat je het wel een beetje vriendelijker mag brengen. Oh ja, zei Wout. Nou, ik ben hier om te werken. En niet om vrienden te maken. Ja? Dus ik ga even naar de, weet het ook weer, de uitvoerder toe. En ik vraag hem een tussenklusje. En jij maakt eerst je werk af. En dan kom ik op deze plek terug. En dan ga ik mijn werk doen hier. En nu schiet jij een beetje op. Lul. Kijk, zo zijn mannen. Maar niet zeiken. Bek houden en je werk afmaken. Daar wordt er voor betaald, of niet? Nou dan. Feministische vrouwen, die zal je dat niet zullen, dat zal je dat niet horen zeggen. Maar ze hebben wel een grote bek. Wel heel vervelend hoor. Maar ik ben nu zover, ik ga dan wel om met vrouwen, ik ga nog om met Lonneke. Ik ga nog om het lonneken. Over de rest niet. Mijn bed wordt... de laatste keer heeft Lonneken bij mij geslapen. Maar dat kon niet anders. Want het was heel erg sneeuwend. En ze kon niet naar de eigen woning. Anders had ze thuis geslapen. Maar heeft ze gewoon in mijn bed geslapen. Nee, niet. Ik had hem tegen haar gezegd van ga maar lekker op de bank. Toen zei ze nee, ik wil bij jou in bed. Nou oké, dan was ik heel koud in mijn woning. Het is zo koud op de bank. Ik zei nou, kom dan bij mij in bed. En voor de rest heb ik niks met... Ja, ik vind Lonneke heel aardig. Ze belde vandaag nog. Maar ik hoef niks meer van haar. Ik hoef niks meer van geen enkele vrouw. En dat is zo... Want vroeger wel, hè? Maar al die vrouwen zijn... die hittepetitten. Die alles bitter weten. La 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 la. En 3 van de 4 vrouwen die ik heb gehad, die gingen dan ook nog vreemd. Dat is een nieuwe recht van de feminist. Dat ze buiten de deur gaan lopen wipperen. En ik vind dat zo walgelijk, hè. Gadverdamme. En dan doen alsof het nieuw verworven recht is sinds 1960 en de feministen doorbraken. Ja, dat hebben wij voor gevochten, want we zijn jarenlang onderdrukt en nu is het onze beurt. En als wij buiten de deur willen wipperen, dan... daar hebben onze voormoeders hard voor gevochten. Ja. Nee, in die zin ben ik blij dat ik niet meer jong ben. En ik heb medelijden met al die jongens van tegenwoordig. Ik zat laatst in de trein van Amsterdam naar Almere. Om 5:00, 6:00.
Of nog iets later. Dan zijn we vlak voor etenstijd. En tegenover mij zit een vrouw, een jonge vrouw, 20, 22, 21 of zo. En die had zo'n bling-bling telefoon. Dat ken je wel, zo'n telefoon met die kraaltjes, bling-bling-bling. Ja. En zelf was ze ook helemaal bling-bling. Jeetje, was een bling-bling, zeg. Zo'n leuk rokje. Dat waren die al grappige laarsjes eronder. Echt zo'n beetje sportief oogend jasje. Maar wel met een mooie snit, hè. Een sjaaltje. Belletjes in de oorlelletjes. En die gelakte nagels en zo. Ook nog van die lange nagels. Dus je hoeft zo'n vrouw niet te vragen als je rugpijn hebt of schouderdingen. Van, kan je even een beetje knijpen? Nee, dat moet je niet doen. Auw, 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 auw. Nee, ik heb mijn nagels net gedaan. Die kan niet masseren. Nee. Zo, dat kan je al lekker vergeten met zo'n vrouw. Ja, leuk hè? Dat is een feministe. En die had zo'n universiteitsblad van de Universiteit van Amsterdam. De Vrije Universiteit of zo, de VU. Ik denk dat ze daar studeerde. En vlak, ze moest naar Weesp en dan moest ze eruit. En vlak voor Weesp, een soort bling-bling-foontje. En dan, hallo, met mij. Ja, alsof die jongen dat niet ziet. Hallo, met mij. Ja, het is zo slecht weer, hè. Kan je me opkomen halen? Met de auto? Oh, fijn. Nou, dan zie ik je zo. Tjus. Plop. Bling blingetje uit. Dacht ik, oh mijn god, wat ben ik blij dat ik haar vriend niet ben. Als die jongen niet op tijd is, dan kan hij nog een chagrijnige bitch op station Weesp staan. Ook nog. Die zeggen, maar waar bleef je nou? Ik sta er al 3 minuten. Die is dan helemaal zelfstandig. Hè? En die jongen had dus een auto. Ja, dat betekent dat die jongen niet studeerde. En die had wel een auto. Dus die jongen had of een uitkering, maar dat lijkt me dan niet. Want hij had een auto en een uitkering als je samen woont. Ze woonden dus samen. En ja, dan krijg je niet zoveel poen. En ja, die jongen had waarschijnlijk gewoon een baan. Bij onderhoudsbedrijf FC Cornelissen. Dan was die leerling pijpfitter of zo. Het is morgens om 7 uur beginnen en dan een minuutje of 4 is hij klaar bij zijn baas. En dan zit hij thuis een beetje Formule 1 te kijken en dan gaat de telefoon en dan is het zijn vriendin aan de lijn en dan kan hij weer hup in de benen autosleutels pakken en naar station Weesp rijden om zijn bitch op te halen. En zij vindt het dan strontnormaal hoor. Ja, hij heeft toch een auto? Kan hij mij toch even komen halen? Is dat nou, zeg? Nee, het is helemaal niet leuk meer. Nee, ik zou het niet doen. Ook een andere keer zat ik bij Café de Wacht. Dus ik ben gestopt met de consumptie van middelen en dergelijke. Maar toen ik nog vrolijk drinkenbroer was, zat ik daar eens even lekker in het zonnetje. En zat er een jongen en een meisje. Er was geen stel. En die waren allebei naar een feest geweest de avond tevoren. En dat was lekker laat geworden. Ze waren nu allebei op weg naar Nijmegen of zo. Ze zouden samen met de trein. En die hadden dus afgesproken bij Café de Wacht om wat te drinken. En dan naar Nijmegen of zoiets. Apeldoorn. En de meisje zou vertellen. Nou, het was een heel leuk feest dan. Nou. En na afloop was ze met een jongen, gewoon een jongen, mee naar huis gegaan. En seksen. Hoppakee, op je rug gaan liggen, knieën uit elkaar. Nou, ga je gang. Wat die jongen deed haar zegt, nou jij bent makkelijk. Dat vertelde ze dan, hè, aan haar kennis. Nou, ik werd uitgemaakt voor een hele makkelijke vrouw. Nou, toen heb ik tegen de jongen gezegd, nou dat moet je niet van mij zeggen, dat moet je van jezelf zeggen. Jij bent makkelijk. Nou, je zal maar vaste verkering krijgen met zo iemand. Je bent een lul, jongen. Ik zeg het hoor. Dat past er verschrikkelijk goed voor op, als man.
Als je zo'n feminist aan de haak hebt, die sleurt je mee de diepste afgronden in. En dat is de Balrog dat deed met Gandalf de Grijze. Weet je nog? Ja, toen Gandalf die is begonnen als de Grijze, die kwam terug als de Witte. En die is namelijk in die berg waar al die, die zombies in de rondte liepen. Daar is hij door de Balrog gepakt. Ja. En toen ging Gandalf omlaag en Frodo en Sam en al die anderen. Oh. Ja. Kijk, en Gandalf, daar liep het goed mee af. Maar met jou? Kijk, mannen van mijn leeftijd, die kennen de verhalen van andere mannen van hun leeftijd. Dat is niet leuk, jongen. Dat is allemaal scheidingen, kinderen niet meer zien en een partij poen kwijt, jongen. En moeder de Bisje heeft een nieuwe vriend en die zit in jouw koophuis. Hé? En dan weet ik wel dat er ook mannen zijn die zich niet aan de regels houden, maar daar heb ik het nu niet over. En die ken ik ook niet zoveel, by the way. Ik ken een enkele, misschien 2, 3, 4 mannen die, die hebben de boel lopen flessen. Nee, heb het gehad. Als je het hebt over vrouwen, dan gaat het richting de 20-30. Alleen ik heb 4 serieuze relaties gehad. Ik ben 4 keer geflasht. Het is alleen al in mijn naaste omgeving. De eigen vriendinnen. 4 keer. Allemaal van die feministes. En ik wil ook. Ja, ik wil ook zeggenschap. En ik wil ook dit. En ik wil ook dat. En ik wil zus. En ik wil sjouw. En ik zeg, nou, dan zou je ook een keer de afwas willen doen. Nou, dat vind ik onderdrukking. Ja. Als een vriendin gehad, en 10 jaar lang mee samengewoond. En die had zo'n hele belangrijke baan bij een of andere overheidsinstantie. Daar was ze namelijk secretaresse. Dus speel in de organisatie. Dat is gewoon type heet. Nou, ze hield er niet van eten koken. Nou, en ik hou van een fijne maaltijd. Dus dan ging ik maar koken. En dan zei ik tegen haar, nou de deal is, jij doet de afwas. En maakt de keuken schoon. En voor het gemak had ik voor haar een vaatwasser aangeschaft. Een leuk modelletje. Die deed hartstikke goed. Nou, zoveel werk is dat niet, hè? Even wat spullen in de vaatwasmachine. Dan zo'n tablet erin en dan de deurtje dicht. Dan doe je klak. En dan laat je de gootsteen vollopen met wat warm water. Dan doe je alles reiniger in. En dan maak je even het aanrecht schoon en een gas van huis. En dan ga je even een doekje langs de tegels en dan neem je over de deurtjes af. Alles bij elkaar kost je dat een kwartier. Als je een beetje doorwerkt. 20 minuten. Ik zorgde voor het avondeten. Nou, alleen al je portemonnee pakken en je schoenen aandoen en je jas aandoen. En een rondje maken door de binnenstad, want je moet langs de groenteman, je moet langs de slager. Daar ben je al een half uur, 3 kwartier mee bezig. En dan moet er nog gekookt worden. Dus avondeten maken, ja, dat kost mij dik een uur. 1,5 uur, als je pech hebt. Want je wil ook wel eens een keer wat bijzonders maken. Al was het alleen maar omdat ik zelf ook wel eens zin heb in iets anders dan hutspot met worst. En zij er nog klagen, man. We hadden gasten gehad en dan had ik gekookt met allemaal kruiden, met paprika en komijn en al die dingen. En dan zat het gast van huis en ze hadden gewoon de dingetjes paprika. En had ze dan gezien dat als ik dan met zo'n braadpan bezig ben, dat ik dan niet die paprika vlak boven het vlees uitstrooi, want dan krijg je van die bultjes paprikapoeder en dat moet je niet hebben. Dus dan neem ik iets van hoogte, maar omdat het allemaal warme lucht stijgt toch op. Ja, dan waaiert er dus een deel van die paprikapoeder naast de pan. En ze klagen, jongen. En wil je wel eens een beetje voorzichtig doen, want ik moet het gas van haar schoonmaken. Je zit mij op te zadelen met het werk. Ik denk, ja, het is maar een kwartiertje, 20 minuten wat jij moet doen.
Ik ben 3 keer zo lang bezig. Hee. Oh. Trap er niet in, jongen. Gewoon trap er niet in. En ook zijn man en die had een vrouw en die man had een baan in Den Haag. Bij het ministerie van Landbouw. Hij was landbouwkundig ingenieur, net als ik. Maar hij was afgestudeerd in landbouw. En ik in milieugene. Helemaal in Den Haag. En hij woonde in, wat is het, Heelsum. In de bossen. Een mooi huis. Stond op zijn naam. En zij werd kunstenaar. Dat is nooit gelukt natuurlijk. De gemeente heeft dan in haar wijsheid besloten haar naar... Oh, dan drama was dat. Nee, ik vertel het maar even van een man, hè. Hoe het met je af kan lopen als je zo'n feminist in je bed laat. Want ze verleiden je met seks. Daar begint het mee. Ja, zo'n feministe komt op je pad en dan... En wat doe je voor werk? Als een vrouw dat als eerste vraagt, moet je zeggen putjeschepper. Maar alleen door de week, hoor. Dan gaan ze de vraag... En als je dan zegt, nou, ik werk bij het ministerie van Landbouw. Dan is het, doe je dat werk al lang? Ik ben manager van de afdeling tuinbouw. Oh. Is dat interessant werk? Ja, en dan willen ze op bezoek komen. En dan, is het al zo laat. Ja, kan ik hier blijven slapen? Zo begint het. En dan willen ze seks. En dan denk je, op. En dan heb je seks met ze gehad. En dan beschouwt zo'n vrouw dat. Van nou, nu ben ik je vriendin of zo. Hè? En dan gaan ze je claimen. Als je erin trapt, jongen. En heb je dan 1 keer een verbintenis met zo iemand. Dan gaan ze die seks gaan ze terugschroeven. En gebruiken als een soort van afpersing naar jou toe. En dan krijg je opmerkingen als, nou, vanavond wil ik geen seks. Want je deed helemaal niet aardig tegen mij. Dan zit je daar met een stijve leuter in een tweepersoonsbed. Het is het einde van je leven, jongen. Nou, die man in kwestie bij het ministerie van Landbouw, die vrouw die vertikt echt een ene male om ook maar iets te doen in de huishouding. Dus hij kon zorgen voor het inkomen, want zij had geen baan. En een uitkering terwijl je samenwoont met iemand met een baan, ja, dat is minimaal. En ze had ook nog enorme kosten, want ze wilde kunstenaar worden. Dus er moest een etspers komen en dan moet ze van die mooie verf hebben. En dan van die kwasten, maar dat moet dan wel van varkenshaar zijn. En dan gaan we door. En niet zomaar van die verf, maar wel verf van een beetje kwaliteit. Want zij, ja, je wilt toch ook een kwaliteitsniveau aan je klanten aanbieden. En dan vond ze ook nog dat hij dan moest meebetalen aan haar kunstenaarsbenodigdheden. En dan geen zak doen in de huishouding. Dus op een dag had hij daar schoon genoeg van. En dan zei hij, nou is het afgelopen. En ik wil dat jij gaat stofzuigen, ramen lappen, kozijnen afnemen. En niet dat ik de enige ben. Dus hij zei, nou dan maak ik het uit. En toen is hij huilend naar de overheid gegaan. Die zei, oh, wat zielig voor jou. Oh, nee, oh. Nou, we gaan voor jou op zoek, hoor. Dan kreeg ze een fucking woning met een voortuin en een achtertuin. En een uitkering. En dan ook nog extra kunstenaarssubsidie, want de gemeente begreep al te goed dat je zo'n jonge vrouw toch niet kan tegenhouden in haar creatieve ontwikkelingsproces. En dan was er een oude studievriend van mij, die kende haar, die had een oogje op haar. De stommeling. Er was een weg dus bij die ene vriend uit Heelsum. En dan zat ze daar op de geitenkamp hier in Arnhem. In de leuke woning met een voortuin en een achtertuin. En nou, we allemaal klusjes, hè, die ze zelf niet kon natuurlijk. Ze had ook helemaal geen gereedschap, helemaal niks. En dan heeft ze hem ingeschakeld. Niet 1 keer, niet 2 keer, niet 3 keer, niet 4 keer. En hij zei, ja, dit is een mooie boel. Hij moest een pokken en fietsen iedere keer. En allemaal spullen meenemen. En dan kreeg hij een kopje thee, hoor.
En niet één kopje thee, nee, wil jij gek? Wil twee of drie? En dan werd hij weer geacht netjes terug te gaan naar zijn eigen woning. Maar toen op een zondag had ze tegen hem, of voor een komende zondag had ze tegen hem gezegd, heb je zin om zondag te komen, dan gaan we wat leuks doen. Toen dacht hij, hé, eindelijk. En dan zat hij er 's morgens en dan kreeg hij voor de verrassing kreeg hij koffie. Ik dacht, nou, is toch wel lekker. En dan zei ze, nou, wat mij leuk lijkt vandaag, is dat we samen gaan schoonmaken in mijn woning. Lekker poetsen. Lekker de kozijnen doen en ja, in de gang het zeil en nou, in de keuken, er staat nog wat afwas. En gaan we lekker alles spik en span maken. En dan misschien dat we nog tegen wat klusjes aanlopen. Nou, je bent er nou toch, dus dan kan je dat ook lekker doen. Waarbij zei, wat is daar leuk aan voor mij? Nou, zei ze, daar krijg ik een goed gevoel van en dat straalt dan over naar jou. En dan ga jij met een goed gevoel naar huis, want dan denk je, goh, wat is ze blij. Toen heeft hij gezegd tegen haar, vies woord, op zijn Engels, of woorden van gelijke strekking. En hij heeft zijn jas aangedaan, is de deur uitgegaan en nooit meer teruggekomen. En toen heeft de moeder van, in die periode dan, heeft die moeder van mijn kind, die heeft mij de deur uitgedonderd. En die kreeg dus hetzelfde probleem. Die was weliswaar niet verhuisd, maar ze was de kerel kwijt. Ja, wie moet ze dan vragen voor de klusjes? Ging ze die vent bellen. Ja, met de moeder van het kind van Peggy. Ik dacht dus, ja, jij hebt toch... Je bent toch heel handig, een beetje handig. En dan kan je dan even langskomen. Daar hebben ze hem ingeschakeld. En dan zelt de laken het pakken. En dan mag zo iemand er mee eten. En dan krijgt hij heerlijk vegetarische pasta. Alsof die vent dat lekker vindt. Met een kopje thee. Nou, hartstikke bedankt hoor. En dan werd hij weer de deur uitgebonjourd. En 2 weken later kon hij weer langskomen. Nou, dat heeft hij ook een paar keer gedaan. Is hij ook mee gestopt. En een half jaar later heeft hij zelfmoord gepleegd. Hé? Ja. Oh, maar Piggy, weet je nou dat hij zelfmoord te maken had met die feministen? Nou, ik weet dat Rolf mij heeft opgebiecht. Dat hij hartstochtelijk graag wilde zorgen voor een vrouw. Want dat willen mannen. Het zit ingebakken in ons... Ja, in ons ei-chromosoom. Ja, wij hebben X en Y en we willen heel graag zorgen voor een XX. Ja, tenzij je iemand bent als André van Duin of Albert Verlinde. Of Mark Rutte. Ja, dan wil je helemaal niet zorgen voor een XX. Dan wil je een andere XY om te bereiden. In de zin van rolling, 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 rolling. Rolling, 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 reed ridder. Pas er voorop hoor, van die dames. En ik zou zeggen, er is er geen één die deugt. De uitzonderingen worden gevormd door vrouwen die op een goede manier christelijk zijn opgevoed. Hun plaats weten ten opzichte van de man. Dankbaarheid tonen en goed naar de man luisteren. Met de nadruk op goed en luisteren. Maar ja, die vrouwen die gaan meestal om, die families gaan om met andere christelijke families. En die hebben genoeg mannen. En die zitten niet te wachten op die bierzuipende, cocaïnesnuivende, wietrokende lamstralen. Zoals de gemiddelde man hier in Nederland. Die dan ook nog naar porno kijkt. Nou, kortom, het enige wat jij dan hebt als biersnuivende, cocaïnesuipende geintje. Ja. Ja. Het enige wat je hebt, dat zijn die draken van vrouwen. In Amerika heb je nou zo'n beweging, die heet MGTOW. Dat is Men Going Their Own Way. Heel verstandig. Het bespaart je een hoop ellende. Dat kan ik je garanderen. Op drama. Maak ze niet zwanger, dat zou ik schandalig vinden.
Ja, dat soort vrouwen waar ik het over heb, die feministes, je moet je niet zwanger maken. Je moet ook niet het risico lopen. Dus ook geen seks. Absoluut niet. Ze houden de boel voor de gek, jongen. Er zijn gevallen bekend, hè, van die feministes, die laten zich palen met een condoom. En die man denkt, wow, alles is goed. En die ligt dan lekker in haar bed, zo'n beetje. Dan val je in slaap, hè, na je orgasme. Denk je, nou, zie ik het helemaal goed. Ja, en zij gaat dan, zij wacht tot je ligt te snurken. Dan stapt ze in het bed uit, gaat ze naar de prullenmand, haalt ze het condoom eruit, draait ze binnenste buiten. Stopt ze in haar vagina, lekker poeder, poeder, poeder. En even later is ze zwanger. Ja. Zo. En ze zorgen heel slecht voor hun kinderen. Het is een drama. De moeder van mijn kind, jongen. Als ik maar iets wilde regelen voor mijn kind, zoals het kopen van een fiets, een kinderfiets. Alle fronten dwars liggen. Als ik mijn kind was, ik rekenles aan het geven, want ze had een rekenachterstand op school. En de leerkracht had verzocht aan de ouders. Ja, die moeder kan je dat niet vragen, want dat is een feminist, dus die kan niet nadenken. Dus ik zal het wel even doen. Ja, en wat doet die vrouw dan? Ja, verstoren natuurlijk. Antwoorden voorzeggen, soms de les helemaal cancelen met geschreeuw van schiet op, je moet nu gaan tanden poetsen. En dat ik tegen haar zei van er is nog tijd. Nee, zei ze, want anders moeten jullie haasten. Ik zei, ja, we hebben nog 10 minuten. Nou, zei ze, wat mag nu wel ophouden. Ja. Erg, jongen. Ik kan me de haren wel uit de kop trekken dat ik zo stom ben geweest. Dus maak niet dezelfde fout die ik gemaakt heb. Ja. En dat doet dan 4 keer op een rij, hè. De eerste vriendin die ik had, die ging vreemd. De tweede vriendin die ik had, die dacht me even mijn hele leven te kunnen gaan domineren. Van jij bent mijn vriend en ik wil dat jij vanavond thuis bent. En dat ik zei, ja, ik moet vanavond repeteren met de band. En dan boos toen, jongen. En chagrijnig. En dan dus geen seks, hè. Voilà. En dan wel in mijn bed gaan liggen. Maar dan willen ze, nee, geen seks. Nee, want je bent gaan repeteren met je band. En je hebt me helemaal in de steek gelaten. Nou, dan vind ik niet dat we seks kunnen hebben. Dat is echt verschrikkelijk. Het is een hel. Look it up, jongen. Het begrip hel. En mevrouw Satan, dat is mevrouw Satan. Nou, en de vierde die ik had, is de moeder van mijn kind. Ja, die ging vreemd. Dus dat doen ze ook, hè. Dan heb je een kind van 4, 5. Gaan ze lekker buiten de deur neuken. Ze zei ook tegen mij, van als jij niet doet wat ik zeg, dan zorg ik ervoor dat jij je kind nooit meer ziet. Goed begrepen. Ja, tanden geknars en geweeklaag. Hè? En wie zijn schuld is het? Ja, die van mij natuurlijk. In mijn geval. Maar als jij zo dadelijk in de shitzooi zit, is het jouw schuld. Goed begrepen. Pas er goed voor op. En jij als man, ja, je kan het over een andere boeg gooien. Dan ga je als een sodemieter ga je naar de Bijbeluitzendingen luisteren van mij en Jurk. Je gaat zelf een Bijbel aanschaffen. Gewoon netjes beginnen met Genesis 1 vers 1. En begrijpen en probeer eens een keer aan onze vader te bidden. En ga eens voorzichtig naar een protestante kerk. Het liefst een kerk die op zaterdag de dienst houdt. Misschien een zevende dag Adventistenkerk of zo. Dan moet je maar bekijken. Misschien is er wel een, weet ik veel, een meet and greet website of zo. Er is toch ook zo'n website die heet Stormfront. Daar komen al die neonazies bij elkaar. Dat is ook een soort koppelsite, hoor. Heb je misschien ook wel voor bijbelgelovende christenen. Moet je daar een vrouw op duikelen? Dan maak je nog een kans op een gelukkig huwelijk. En dat je je kinderen, dat je met je vrouw bij elkaar blijft tot aan de dood. En dat als een van beiden overlijdt en de andere kan niet meer zelfstandig wonen, dat je kan intrekken bij de kinderen. In plaats dat je gedumpt wordt in huizen avondrood. Waar je in een luier mag zitten wachten op je vrouw Jannie.
om hem een schone te krijgen. Hou het in de gaten, jongen, want je leven dat is verpest en voorbij voordat je het weet. Je hebt er maar één, hè. Ik had nog ter voorbereiding, had ik even op de website van de V-Day, dat is een afkorting, ik weet niet waarvan het is. Er staan zo'n chess, World Chess Federation dinges. Wat staat het eigenlijk voor, V-Day? We hebben nog een anti-doping regulation. Dan hebben ze zo'n top 100 van april 2019. Allemaal mannen. Een Ian, een Viswanathan, een Anish. Komt uit Nederland bijna. Is geen Nederlander natuurlijk. Lieren Ding, komt uit China. Fabiano Caruana. Komt uit de USA. Magnus Carlsen staat bovenaan. 2845. Ja. Als rating. Allemaal mannen. Judith Polgar staat niet meer in de top 100. Dat was een vrouw. Luke McShane. Dat is een man. Jorge Corrie. Dat is een man. Zoltán Almassi. Dat is een man. Yuri. Krivoruchko. Oekraïne, dat is een man. Anton Korobov, dat is een man. Peter Leko, dat is een man. Ray Robson, dat is een man. Vladimir Malakov, dat is een man. Viktor Laznika, dat is een man. Dat is allemaal mannen. Alexander Ryazantsev. Ja, mijn Russisch is niet zo goed. Komt naar Rusland, is een man. Igor Rausis. Die komt uit Tsjechoslowakije. Of naar Tsjechië, moet ik zeggen. Is opgesplitst, hè. Maar weer een Yuri. Samuel, dat is een man. Weer een Alexander, dat is een man. Robin van Kampen. Een Nederlander. 2658. Ja. Geen enkele vrouw. So much voor het gelijkstellen van mannen en vrouwen. En gaan we niet vertellen dat vrouwen niet mee mogen doen. Die mogen ook meedoen, hoor. Dat doen ze niet. Maar vrouwen zijn niet competitief ingesteld. Die spelen spelletjes voor het lekker samen doen. En dat mag van mij, dat vind ik helemaal niet erg. Maar dan speel je wel tweede viool voortaan. Hé? Maar dat willen ze niet. Nee, ze willen wel lekker vooraan staan. En net zo belangrijk zijn als een man. Ja, ga dan schaken. Zorg voor een rating van 2600. Neem een risico. En anders moet je je plek weten. En je plek is onder de man. Punt. En dan mag je nog blij zijn. Kijk, die Mohammedanen, die doen nog makkelijker. Want dan moet die vrouwen gewoon meppen en er helemaal niet naar luisteren. Dat zegt het christendom niet. Natuurlijk mag je luisteren naar je vrouw. Maar een vrouw heeft over mindere dingen wat te zeggen dan de man. De vrouw heeft alles te zeggen over de inrichting van het huis en dat soort dingen. Maar globale zaken aan het huis, zoals bijvoorbeeld de luchtkwaliteit aanpakken. Ja, als een man merkt dat in de woning dat het te vochtig is, ja, dan gaat hij erover nadenken, dan gaat hij overleggen met zijn vrienden en dan komt er een voorstel. En dan gaat die vrouw zeggen, nou Jan, als jij denkt dat dat het beste is, doe het dan maar. Maar als die vrouw, dat had ik dus in mijn huwelijk, we hadden een souterrain, dat was veel te vochtig. Dan had ik dat uitgeknobbeld en een leuk plannetje. En dan leg ik dat naar haar voor en dan gaat zij binnen anderhalve seconde zeggen, nou ik wil dat niet. En dan zeg je, ja, dat is hartstikke vochtig. Nou, zegt ze, ik vind van niet. Ik zeg, het is hartstikke vochtig. Dan moet je voor zo'n trut, ja, dan mag ik het best een trut noemen.
Moet ik een hygrometer gaan aanschaffen? Dan overtuig je er nog niet. Dan zeggen ze, ja, hij staat nu op 90. In de sauna staat hij wel eens op 95, hoor. En dat vind ik pas echt vochtig. En 90 is volgens mij normaal. Dan moet je naar het internet leiden. Dan moet je zien wat de gemiddelde luchtvochtigheid in huis mag zijn. En dan zeggen ze, ja, het staat op internet. Staat van alles op internet. Ook porno. En dan gaat ze weer wat anders aan. Je zal het maar hebben, wat mij is overkomen. Daarom ben ik ook zo kaal. Nee, dat is niet waar. Maar ik heb mij de haren uit het hoofd getrokken natuurlijk. Want je weet niet wat je moet doen, man. Ja. En het is levensecht. Dit zijn geen incidentele voorbeelden. Het barst ervan. En mannen die er helemaal niet tegen die vrouwen op kunnen. En hoe komt dat? Ja, ze zijn ooit verleid met wilde sekspartijen. En toen zaten ze aan de haak. En toen werden die vrouwen de baas. Ja, leuk is dat. En als ze dan genoeg van je hebben, dan word je gedumpt. En pak, als je nog getrouwd bent, dan moet je ook echt absoluut niet doen in de huidige maatschappij. En als je een christenvrouw hebt, dan hoef je punt 1 niet te trouwen voor de wet. Want volgens de Bijbel ben je getrouwd als je seks hebt. Dus als je de daad wil vertrekken, als je de daad voltrekt, heb je daarmee het huwelijk voltrokken. Als de familie maar weet dat je getrouwd bent en als de familie maar weet dat je een goede spaarrekening hebt en lalala, je hebt al een keer een gesprekje met je schoonvader. En dan met een beetje mazzel krijg je nog een bruidsschat ook. Ja. En ga er maar vanuit dat je in een christelijke familie, dat ze niet binnen een week zeggen, nou je mag mijn dochter palen. Nee, natuurlijk niet. Je moet eerst een keer mee op vakantie, naar de camping. En dan moet je ook een keer de barbecue aansteken. Ga ze kijken hoe jij je gedraagt. Nou, en als je dat allemaal goed scoort, la 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 la, dan gaat zo'n christenvrouw tegen jou zeggen op een dag van, nou, ik zie het wel zitten met jou en mijn ouders vinden dat ook goed. Nou, als het aan jouw kant dan ook snor zit, nou, dan ga je de volgende stap zetten. En dan hoef je niet voor de wet te trouwen, daar gaat het helemaal niet om. En scheiden mag toch niet, klaar. Volgens het Oude Testament mag je scheiden. Maar het Nieuwe Testament niet. Christus heeft dat ingetrokken. Ik heb het gisteren nog zien staan. Was ik aan het Bijbel lezen. Maar ik weet niet meer waar het staat. Het is de moraliteit. En als je dan denkt van ja, maar die moraliteit, dan moet je je houden aan. En de kuisheid en de zedigheid en dan mag niet alles meer. En daar heb ik geen zin in. Ik wil net wild, wild woman bestaan in. Nou, you can knock yourself out. Maar maak die vrouwen niet zwanger. Want je bent schuldig. En betaal je niet bij leven, dan betaal je wel bij heen gaan. Want het leven is niet iets wat gratis is. Het leven dat is iets wat je gekregen hebt om wat mee te doen. En niet om het te verpesten. Heb je dat goed begrepen? Ik wil niet streng overkomen. Nee, ik zeg hoe het in elkaar zit. Want ik heb mannen gezien en die hebben de boel echt grondig verkaat. Puntje. Kan je invullen wat je wil. En die zitten dan jankend in de kroeg. Oh, en ik zie mijn kinderen helemaal niet meer. En ik ben helemaal uitgekleed. Ik ken ook een verhaal van zijn man, hoor. Een koophuis. Zij heeft een koophuis. Dan zit ze met een nieuwe vriend. Hij kan ternauwernood een kamertje betalen bij een hospitaal. Hij heeft een baan van 40 uur in de week. En dan ziet ze kinderen nooit. Hij verdient best een leuk salaris, maar al die poen gaat allemaal naar die moeder met een nieuwe vriend. De voorbeelden zijn echt te over. Ook zo'n verhaal van een man en zijn dochter was jarig. En hij moest werken ergens in het westen. En die moeder had dan eventjes zonder te overleggen met hem, maar even gepland van nou, dan gaan we gewoon lekker op jouw verjaardag, vieren we jouw verjaardag. Dus gewoon op een doordeweekse dag. Ja, hij kon helemaal geen vrij krijgen.
Dus hij belt vanaf zijn werk in de lunchpauze, belt hij zijn dochter op om haar te feliciteren. Nou, hij heeft nog geen drie woorden gesproken of de hoorn wordt uit de handen van zijn dochter gerukt en die moeder brult: als je er wil spreken, dan had je hier moeten zijn. Klats, en dan de hoorn erop. Die man die zal helemaal in zakken en as toen hij dat vertelde. Die ziet zijn kind niet meer. Dat is helemaal voorbij. Want die moeder heeft tegen dat kind gezegd: nou, die vader van jou die heeft helemaal geen aandacht voor je. Hè? Die denkt een beetje te kunnen bellen en dan is het klaar. Nou, mama vindt dat papa een beetje aandacht mag hebben, hoor. Ja, natuurlijk, joh. Oh, oh. Feminisme is een ramp voor de maatschappij. En kinderen van gescheiden ouders, die leven beduidend korter. Dat scheelt je 2-3 jaren levensverwachting. Ze hebben vaker last van depressieve klachten. Ze ontaarden vaker tot asociaal gedrag. Dat geldt met name voor de mannen. In de zin van maatschappelijk onacceptabel. Ze drugs gebruiken, alcohol misbruiken. Regel 1 braken, zeg het maar. En vrouwen, ja, die worden promiscu. Die herhalen het gedrag van de moeder. En produceren de volgende generatie van mafketels en dwarsliggers. En jij mag daar niet aan meedoen, hele goed begrepen. Je hebt nu mijn waarschuwing gehoord. Dus ik kan nu niet meer zeggen, ja, maar ik wist van tevoren niet waar ik aan begon. Want toen Perry die uitzending hield, ja, toen was ik dronken en ja, volgens mij heb ik hem niet afgeluisterd. Ja, sukkel. Ik heb het wel over jouw voortbestaan, hè. Nou dan. Be careful, man. Steek je leuter niet overal in. En zeker niet aan die vrouwen die gelijk al bij de eerste daten. Nou, zal ik dan bij jou komen slapen, hè? Dan moet je zeggen, ja, dat mag wel. Op de bank. Maar niet in mijn bed. Dan slaap ik liever zelf. Nou, vind ik niet helemaal niet gezellig van je. Ja, vind je nou. Dus als we elkaar wat beter leren kennen, dan kan het altijd nog anders worden. Yeah? Maar eerst even voorzichtig uitproberen. Ook een hele goeie, als je dan het uittesten van zo'n feminist, hè. Ik moet even weten, is dat zo'n feministe? Nee, want een vrouw hoort zich te schikken naar de man. Dus vrouwen hebben allemaal van die sufkutbaantjes. Die zijn bijvoorbeeld secretaresse of zo. Nou, die gaan altijd keurig om 5 uur. Dan zijn ze al bijna om 4:15 gaan ze het bureau opruimen. Dan gaan ze nog even de planten water geven. En dan, hop, denk ik, oh, de 5 uur. En dan gaan ze naar huis. Mannen. Die zitten bijvoorbeeld, ik noem eens wat, die zitten op de afdeling ordeverwerking en dan speciale orders buitenland of zo. Is er smiddags wat fout gegaan in het magazijn? En dan la 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 la, en hoe gaan we dat oplossen? En dan moet er een ander filiaal gebeld worden, want die hebben die onderdelen nog wel. En la la la. En dan moet zo'n man moet even doorbuffelen tot 9:30, 10:00 s'avonds. En dan wordt wel even pizza gebeld, je krijgt wel wat te eten. Maar we gaan pas naar huis als die order voor Oostenrijk geshipped is. Want die Oostenrijkers die zitten te wachten. En mannen hebben complexere banen. En jij hebt dan die avond een eetafspraak met mevrouw Troelala. En dan bel je erop om 5:30 of zo. En dan zeg je, ja, ik zit nog op mijn werk. Oh. Hoe laat ben je thuis? Nou, zeg je, dat weet ik niet. Maar we gaan hier pas weg met z'n allen als die order voor Oostenrijk de deur uit is. Ja, maar hoe laat is dat dan? Ja, nou, voorlopig niet, want er is al pizza gebeld. Oh, dus je komt helemaal niet eten. Nee, dan zou ik nu weg moeten, maar dat kan niet. Die order voor Oostenrijk moet de deur uit. Oh, nou, op deze manier. En dan hangt ze de telefoon erop. Nooit meer terug. Dat is gewoon afgelopen. Als zo'n teleurstelling niet verwerkt kan worden door zo'n vrouw. Als zo'n vrouw niet begrijpt dat jij een veel verantwoordelijker baan hebt dan zij. Met haar typgeitenwerk. Als ze dat niet snapt. Laat me zitten. Laat me zitten. Ja, kan ook zo'n vrouw.
Haar man die zat dan in de. Die had een bouwbedrijf. En die hadden relatieproblemen. Dat ging ze mij eventjes vertellen. Terwijl ik daar geen donder mee te maken heb natuurlijk. Want ik was alleen maar de automatiseerder. Ik was bij hun langsgekomen om de maat op te nemen. Van wat hebben jullie nodig? En dit nodig, dat nodig. Ja, dat kan ik allemaal wel leveren. Krijg ik dat dan eventjes te horen? Als ik die kerel was geweest, dan had ik die vrouw gewurgd. Dat noem ik de vuile was buiten hangen. Daar heb ik toch niks mee te maken? En dan jaren later hoor ik van die vrouw dat die. Er was een nieuw apparaatje op de markt gekomen, iets met GPS-dinges. En dan ging het over kilometerregistratie, die je dan, dat je dan die kilometers kan koppelen aan een bepaald project. Dan heb je alleen maar dat GPS-dingetje erin. Er gaat een SD-kaart in of zo. En dan aan het einde van de week, dan trek je zo dat kaartje eruit en dat doe je dan in je computer. En dan staan al die gereden kilometers staan erop en ook de wachttijden en de postcodes. En zij kon dan precies zien, zoveel kilometer voor dat project, zoveel kilometer voor dat project, zoveel kilometer voor dat project. En toen zei ze tegen mij zo heel verbaasd, nou zeg, toen kwam ik tot de ontdekking dat Bas, dat hij echt heel erg veel kilometers reed. En thuis een grote bek, hè? En die man zit 3 keer in de ronde werken. Ja, inmiddels heeft hij een scheiding in zijn nek. Het hele bedrijf kon verkocht worden. Dus hij ziet zijn kinderen niet meer. Dus hij zal ook in dezelfde depressie zitten als ik. Ja, leuk is dat. Dat ik het even weet, hoor, met die feministes. Dus, ja, die kennen geen fatsoen. Die kennen geen moraal. Daar kan je lekker mee ophouden. Die gaan ook nooit verbeteren, nooit veranderen. En des te meer je ze de zin geeft, des te meer ze een zin willen hebben. Want als ze het ene binnen hebben, denken ze ook, kan ik het volgende ook wel krijgen. Oh, 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 oh. En ook zo'n feministe, die heeft de kerel de deur uitgetrapt en die zoon van haar, die slaat ze dan ook nog, dubbel gezellig. En dat zoontje, daar is nu inmiddels ook al 19. Die miste zijn vader zo verschrikkelijk. En zijn vader woonde niet eens ver weg, daar kon hij zo op de fiets aan toe. Mocht niet van zijn moeder. Ja, eens in de 2 weken mocht hij zaterdag of zondag mocht hij daar slapen. Dat is toch zielig. Ja, die man kan ook wel zijn haren uit zijn hoofd trekken dat hij een kind heeft verwekt bij zo'n feminist. En natuurlijk heeft ze dan een baan en het ogenschijnlijk gaat het geweldig met haar. Oh, ze heeft zo goed voor elkaar, joh. En zij woont lekker in het centrum van Arnhem, in het huis wat ze samen ooit betrokken hebben. Hij zit ergens in een griepersbuurt in Arnhem-Zuid. Even voor degenen die niet in Arnhem wonen, maar Arnhem-Zuid is niet de plek waar je doodgevonden wil worden. Ook niet alles, maar het meeste zijn vrij saaie straatjes, hoor. Met een hele saaie supermarkt die echt niet goedkoop is. Pas er goed mee op. En neem de tijd voordat je met een vrouw overgaat tot de daad. En voordat je stappen gaat zetten. Neem de tijd. En hou goed in de gaten of ze liegen of niet. En als ze dus dingen zeggen waarvan jij weet dat ze niet kloppen en dan ga je ze mee confronteren, dan krijg je ongetwijfeld een heel bullcrap verhaal en dan ga je zeggen, ja, misschien heb ik me dan wel vergist of zo, hè? Nou, ga er maar vanuit dat jij je niet vergist hebt. Ga daar voor het gemak maar vanuit. Want ze liegen, jongen. Daar hebben ze helemaal geen moeite mee. Dus de moeder van mijn kind, die beweerde dat was. Ik vierde mijn verjaardag. Ik had haar 2 keer gezien. Ze had nog niet eens bij mij geslapen of zo.
had haar een keer ontmoet in de kroeg. En ze was een keer op thee drinken was ze geweest. Dat was alles. En toen vierde ik mijn verjaardag. En dan was zij ook uitgenodigd. Nou, aan het einde van de avond kwamen allemaal mensen van buiten de stad en alles. En om 10:00 s'avonds gingen de eerste weg. En om 11:30 s'avonds was zij er nog met een kroegvriend van mij. En mijn moeder bleef slapen en mijn zus bleef slapen. En een vriend van mij bleef slapen en een kennis van mij bleef slapen. Allemaal waren ze van buiten de stad. En die kroegvriend van mij, ik zei van ja jongens, het feest is, party is over, want mijn moeder wilde naar bed. Nog een slaapmuts en dan gaan we pitten. En die kroegvriend van mij, die zei van nou ja, dat is prima. En die bedankte mij vriendelijk. Hè? En die zei nou, tot de volgende keer. Zo. En die ging de deur uit. En zij bleef zitten. Ik zeg ja, het is over. Hè? Dan zei ze ja, kan ik ook blijven slapen? Ik zei nee. Want alle slaapplekken waren vergeven. Ik had 1 slaapzak. En die zou mijn zus gebruiken. En die kennis van mij, dat was een vrouw. En die zou bij mij in mijn Alping liggen. Nou, gewoon heel zedig. Een 2-persoonsbed. En lekker breed. En mijn moeder had haar eigen spulletjes bij zich. En mijn vriend Hans, ja, die had een matje meegenomen en zijn eigen slaapzak. Ja, maar hoe moet zij dan gaan liggen? In de badkuip? Kan niet eens een deken? Ik zei, nee, dat kan niet. Kwaad als ze wit, jongen. En later sprak ik haar erop aan, tijden later. Toen zei ze, ja, in die tijd hadden wij al vaste verkering. En zoiets doe je niet met je vaste vriendin. Pas op voor die feministers. Die zijn zo gek als een deur. En ze liegen alsof het gedrukt staat. Niet mee trouwen, niet mee neuken, helemaal niks mee doen. Een grote boog door me heen lopen. Je hebt het zo in de gaten. En je gaat eerst maar gewoon wat dingetjes doen en dan maak je een afspraak voor een stedentripje of zo. Dat kan je makkelijk doen. Of je gaat een keer een museum bezoeken in Herengewaard. Maar let vooral goed op die afspraakjes waarbij er iets in het water valt. En hoe gaat madame daarmee om? Kan ze omgaan met een teleurstelling of ontsteekt ze in hevige teleurstelling? En gaat ze zitten mokken? Nou, als het laatste het geval is, laat maar zitten. Niet aan proberen te repareren, dat is hopeloos. Dit denk ik een voldoende waarschuwing voor al die feministers met hun fijne, egalitaire gedrag. Nou, ik heb gewoon dezelfde rol als een man, hoor. Ja, natuurlijk, jochie. Hey heren, kom op. Laat je niet kisten. Ik zeg het maar, hoor. Het valt best wel mee. Helemaal niet. Nee, pas goed. En uit respect en uit vertrouwen. En ik hoop dat je een vrouw weet te vinden die deugt. Want ze zijn er wel. Mijn schoonzus is christelijk opgevoed. Schat van een mens. Ook nog mooi ook. Het enige wat ze heeft is een beetje teennagelschimmel. Maar een beetje man, die weet het op te lossen. En zo erg is het nog, vind ik niet. Hè? Een hele mooie vrouw. Mooi lang. Beetje rossig is ze. Mooi haar. Wauwie. Heeft inmiddels 5 kinderen. En is thuis met de kinderen. Hè? En dat is geen type die klaagt hoor. Dat is een type die draagt. En die bidt om kracht. Nou, zie je maar zo'n vrouw te vinden. En succeswensend met jullie zoektocht. Zeg ik ter bemoediging. Tjus. En zet hem op. Binken.